Het kan wel eens zijn dat je last hebt van stofdeeltjes op je foto. Die zitten dan op de sensor van je camera en die komen terug als hele kleine rondjes. Vooral als je op een wat hoger diafragma fotografeert, kan zich dat uiten. Net zoals bij deze foto. Het is misschien een beetje moeilijk te zien als de foto gewoon in zijn geheel getoond wordt. Maar als je inzoomt, dan zit er daar bijvoorbeeld eentje. En daar zit er een. En ook hieronder eentje. Die is misschien al heel wat moeilijker te zien. Maar er zitten genoeg stofdeeltjes in deze foto. En die kun je in Lightroom gewoon prima wegwerken. Maar je kunt ze om te beginnen nog veel beter in beeld brengen. Om ze weg te werken, zul je de clone tool moeten gebruiken. En die vind je hier in de ontwikkelmodule. Bovenin bij vlekken verwijderen. Of met de sneltoets Q natuurlijk. En wat je dan kunt doen: is als je naar zo'n stofdeeltje gaat en je gaat boven staan. Eventueel kun je met de haakjes toetsen de borstel een klein beetje groter maken. Is er gewoon één keer op klikken en Lightroom zal zelf een stuk zoeken uit de foto waar geen stofdeeltje zit en er dat in plakken. Hij zal het klonen. Dus ik heb daar geklikt, maar hij kopieert dit gebied er eigenlijk in. En zo zou je ze allemaal even af kunnen gaan. Maar er is een manier om al die stofdeeltjes te vinden en dat vind je hieronder bij Vlekken visualiseren. Zet je dat aan, dan wordt je foto zwart-wit en alle stofdeeltjes komen boven. Je kunt een beetje met de schuif spelen om te bepalen hoeveel het zichtbaar is. En als ik bijvoorbeeld eens in het midden begin en ik begin hier bij dat ene stofdeeltje, dan zie je dat dat keurig zichtbaar is. Haal ik de slider een klein beetje naar links, dan zullen ze verdwijnen. Maar haal je hem naar rechts, dan komen ze er allemaal bij. En je ziet ook die ene hieronder is zichtbaar. Wil dat nou zeggen dat je de slider meteen helemaal naar rechts moet zetten? Nee, dat niet, want dan komt natuurlijk alles tevoorschijn. En zeker als je dan inzoomt dan is het gewoon allemaal veel te veel. Dus doe dat gewoon op een gedeelte. Wat dan net de stofdeeltjes laat zien. Dit is op zich wel aardig. En je ziet ook meteen hoeveel stofdeeltjes er eigenlijk op mijn sensor zaten destijds. En vervolgens kun je dus gewoon met de clone tool aan de slag. En je kunt over al die stukjes heen gaan klonen. Ik doe dat een klein beetje sneller, want dat is voor de vaart van het filmpje wel een beetje beter. En al die rondjes die worden dus even onderhanden genomen om zo mijn foto stofvrij te maken. Zeker als je door gaat werken met, uh, ja, met je bewerkingen, dan zul je merken dat dat eventueel nog versterkt kan worden, dat stof. En daar zit je eigenlijk niet op te wachten. Ik ben al klaar en je ziet in alle rondjes hoeveel punten ik eigenlijk heb gehad. En als je nu het vlekken visualiseren weer uitvinkt, dan staan al die puntjes er nog en heb je ze dus gewoon allemaal eventjes weggekloond. En ben je daar happy over, dan kun je natuurlijk gewoon verder met het bewerken van je foto. Wil je nou meer weten over stofdeeltjes, dan zou ik zeggen, lees het artikeltje op mijn website. Daarover is door en daar staat ook bij hoe je het nou kunt verhelpen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!